Ja, dat kan. In 3 stappen. We voeren miljonairsbelasting in. De rijkste 1% in Nederland bezit een derde van het totale vermogen in ons land. En tegelijkertijd betalen ze daar nauwelijks belasting over. Dat moet veranderen. Inkomen is inkomen. Op dit moment betaalt een huisjesmelker of iemand die inkomen heeft uit aandelen minder belasting dan iemand die werkt in de zorg of bij de politie of in een fabriek. En dat moet stoppen. Je gaat overal evenveel belasting over betalen. We pakken belastingontwijking aan. Want via ingewikkelde constructies betalen miljonairs en grote multinationals over de megawinsten die ze maken amper belasting. De allerrijkste mensen betalen minder belasting dan al die anderen die werken in de zorg of in de bouw of in het onderwijs. En dat is oneerlijk. Met andere politieke keuzes kunnen we dat veranderen.